Yes, dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. En vandaag is er weer een nieuwe het jaar van Gent tegen Zulte Waregem. We hebben er nou 3 gehad, het is nummer 4. Zulte Waregem ben ik ook geweest tegen Kortrijk. Die is ook te zien op mijn kanaal. En vandaag gaan we dus op pad en we zijn nu bij het ziekenhuis, dus dat komt heel mooi uit. Maar ja, daar zit het stadion toevallig ook in de buurt, dus we gaan het zien. Maar ik ben speciale gast, niet zomaar meer, minder. Een van de bekendste personen van België, ze noemen het ook wel Miss België. Het is... Larry! Ja, mijn vriendin ook wel. Hey. Dus ja, we hebben er zin in, we gaan het zien. En let's go! Nou, dames en heren, voor duidelijkheid. Gent staat op de 7e plaats, zoals je ziet op de ranglijst hier boven me. Of aan de zijkant, links, rechts, maakt niet uit. En Zulte Waregem doet op dit moment niet goed, die staan 17. Dus het moet wel een wedstrijd zijn die dat Gent over de streep kan trekken. Maar ja, Gent is niet altijd even goed. Het is altijd twijfelachtig voetbal. Zo, ik ging even mis. En dus ja, we gaan het zien. Ik denk dat het 2-0 wordt. Wat denk jij? Wat denk je? En lief, wat denk jij? 2-1. Nou, we gaan het zien. Dus check it out. Ja, nou, ze spelen vandaag tegen Zulte Waregem. En daar ben ik toevallig geweest. Zo'n paar jaar terug. Het is 1 of 2 jaar terug. En toen had ik op een gegeven moment zoiets van... Ja, ik heb wel bewondering voor die club, dus stel Gent scoort, gun ik van harte en zo, maar ja, het was wel een leuke tijd. En de mensen waren ook vriendelijk, net als met Kortrijk. Die gasten waren ook heel vriendelijk, ook was de laatste die van. Dus ja, het is wel een speciale wedstrijd vandaag voor mij. Ja mensen, we zijn binnen in het stadion. Ik heb mijn colaatje. En ja, het gaat zo beginnen, tenminste zo, over een uurtje. We zijn veel te vroeg. En hier het uitpak. Die hebben al een signaal gegeven. Gewoon stop zondag voetbal. Dus ja, dat snap ik. Om 9 uur 's avonds is niet te doen, mensen moeten ook werken. Ik snap dat wel. Ja, dat is 0-0. We zijn begonnen. Ik heb 2-0 gespeeld. En we gaan het zien. De wedstrijd gaat beginnen, jongens. Gezien dat Zulte Waregem vrienden zijn met Sparta. Dat weet ik van vorige keer. En ik vind dat echt wel een mooi verhaal. Want ik heb het ook opgezocht met Sparta. Ze gaan elke wedstrijd samen wel eens een keer een wedstrijdje. Ik heb daar diep respect voor.
Ik heb daar sowieso diep respect voor dat mensen dat doen. Als je met Nederlandse clubs hebt, dat doen veel tegenwoordig Belgische Nederlandse clubs, die gaan veel samen met elkaar op pad en ik vind dat toch wel gaaf. Maar goed, we zijn nu over hè, op dit moment. Deze moet je winnen. Maakt niet uit hoe of wat, deze moet je winnen. Nummer 17 tegen de nummer 7. Je moet die 3 punten gaan pakken. Als je wil meedoen om het kampioenschap, moet je die pakken. Dus we gaan het zien. Als je nu die 1-0 scoort, dan brengt zoveel rust. Probeer het nou gewoon eens af te maken met die 1-0, dan ben je de beter. Brengt zoveel rust in de wedstrijd. Het is zo moeilijk is het. Het zijn 17 en ja. Ik vond het mezelf toen uitgepest en kijk, dat ik zie ook veel positieve reacties. Ja. En ik vind jullie club ook mooi. Ik heb echt wel een goede tijd gehad en jullie supporten mijn hart. Dus daar niet van. Maar ja, voor hen is het gewoon makkelijk om nu van 1-0 te scoren. Je moet gewoon 1-0 scoren om je rust te houden. Dus ik heb niks te doen. Waarom? Ja, ik hoop wel dat jullie wel blijven in je alsjeblieft op. Er is loopt die politie rond. Voor de harde kern ook geroepen. Pak ze, want ze lopen overal rond. Dat is echt gevaarlijk. Tweede helft is begonnen, staat 6-0. Het is niet veelbelovend. 2-0 zie ik niet meer, maar 1-0 is genoeg. 1-0 is genoeg.
wel 2-0. Nou, jij ziet het scorebord. Spijtig, maar ja, ik heb het niet gezien. Maar we staan 2-0 voor, dus de winst is binnen. Ik heb 2 inbos. Zondag iets te diep in het glaasje gekeken te hebben, is het voor mij mijn afsluiter niet helemaal succesvol gegaan. De stand komt hier in beeld te zien. Gent doet het goed, staat nu op de 5e plaats. En laten we hopen dat we het door kunnen zetten. En ik zie jullie volgende keer tegen Cercle. Later.